bloed wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewijs dat alles kan in Suriname. Corrupties kan alles stapelen zijn. Alleen maar op. Kultuur TV is signing in. Ja, dit is Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! No hoor not lo, tam ribi no srifi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Wa sweet konaini ina datra oso para mariwo. Disna presi pe yu kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga latneti. Te anoutu hi sref srefi tawe kon nanga u igi siki wagi komitio. Te abun fanuru you can kara konkrupti 1-2-4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Welkom in Zwitserland, Serenang, 17e rijkste land van de wereld. Bij eigenlijk onze eerste bewoners, die ook toe, is dat we toch waar ze opkomen voor de strijd die ze voeren voor hun gronden, onder andere. En daarvoor moet je dan georganiseerd zijn. En daarbij heb je dan een organisatie voor inheemse in Suriname, afgekort OIS, waarbij de heer Stanley Liwangni dan de voorzitter is, zoals hij ons heeft gezegd, want we hadden een speed day, waarbij er was en nog een lid is die claimt de voorzitter te zijn van deze partij en waar rechtszaak in Waka. Wel, we zitten met de heer Stanley om een beetje duidelijkheid te krijgen hierover, niet zo lang terug op de inheemse dag. Dus je zou denken, kan de Akasiri dringen door de Kiri. Meneer Stanley, welkom bij Cultuur TV. Hoe zijn uw dagen geweest om alvast te beginnen van de inheemse dag Waka? Nou, middag kijkers. Ja, het is al gezegd. Ik ben Stanley Leoni, voorzitter van de organisatie IMC Suriname. En vader de Oka, Heerboom. We hebben een inheemse dag gehad van, laat maar zeggen, een beetje rustig. Een beetje rustig. Voor mij, ik had geen probleem. Alleen het feit dat. Los van dat er, men de afspraken die we hebben gemaakt, men zich daaraan niet heeft gehouden. Mm-hmm. Toch? Dat was het enige die de inheemse dag zo een beetje aan de ene kant heeft gebracht van alsof het, het bleek te zijn dat na uno na hel stichter. Begrijp je? Zak op sa, sorry. Oké. Na de voorbereiding van de inheemse dag is er een paar aanvragen ingediend bij het kabinet voor de parlementaire. Mm-hmm. En waaronder wij waren ook een organisatie. De OIS. De OIS, ja. En ik had wel gevraagd voor de hele parlementaire. En gaandeweg met het gesprek met het kabinet. Is het aan mij gevraagd als ik problemen heb om de palmentuin met andere organisaties te delen? Ik heb gezegd nee, ik heb geen probleem. Ik had één voorwaarde, dat ik de grote podium wilde hebben. Mm-hmm. Dan zou ik mijn programma uitvoeren. Omdat wij een sociale project achter dus de inheemse dag die we organiseren. Laten we zeggen de activiteiten die we organiseren. Op inheemse dag is meer een sociaal project. Mm-hmm. Dat doen we. En van het jaar hebben we gezegd, we gaan dat doen. En dan zullen we de mensen die het nodig hebben,
dan ondersteunen met dat wat wij hebben bij elkaar gebracht op die dag. Oké, er is anders besloten binnen het kabinet om dan de grote podium aan mevrouw Anduma te geven. Waardoor ik dan het besluit had genomen om dan mijn programma aan de kant te zetten. Mm-hmm. Waar dan, ik wilde geen programma gaan uitvoeren op een klein podium dat ik zelf moet gaan betalen en zo terwijl een podium al daar is. Ja. Toch? Dus ik dacht nou, laten we het dan centraal houden qua meer om het speech van de president. Toen heb ik gezegd, oké, laat maar. Ze hebben eenmaal zo besloten. En waarom het zo is afgelopen? Omdat ik tussen 30 juli tot 5 augustus niet in Suriname was. Ik was in Ecuador met informant een conferentie van COICA. Mm. En op een gegeven moment moet ik de situatie even loslaten. Ik moest het op een weegschaal plaatsen. Mm-hmm. Begrijpt u? En dat van COICA weegt zwaarder dan de inheemse dag. Omdat de inheemse dag we elk jaar en één keer per jaar hebben. Oké, maar welk doel wil je bereiken met de totale inheemse gemeenschap? Dus dat is de big picture wat heeft gemaakt dat als voorzitter en bestuur hebben we besloten van oké, de mission laten we naar COICA gaan. Dus ik ben naar COICA geweest en bij die conferentie ben ik geweest. En ja, de conferentie is vrij goed gelopen. Maar punt ging, op een gegeven moment hoorde ik van dat de palmentuin was gedeeld. Mm. Laat maar zeggen, wij hebben de palmentuin niet gedeeld. Het is een voorstel dat ik de ene kant krijg en mevrouw Aluma de ene kant krijg. Toch? Maar omdat ik mijn programma niet kon uitvoeren, toch? En voor mij, kijk, iedereen weet hoe ik ben. Ik ben een easygoing guy, maar probeer me niet uit mijn vel weg te halen. Dat alleen moet je niet doen. Begrijp je? Ja. Dus ik heb dan mezelf opengesteld om dan de hele palmotuin open te stellen voor ieder. Dus de vergunning van wat wij van DC hebben ontvangen, dit is de vergunning van de DC die we hebben ontvangen, toch? Dat we aan de ene kant van palmatuin mogen gebruiken en mevrouw allemaal aan de andere kant mogen gebruiken. Voor mij is dat op dat moment komen te vervallen. Want ik heb het kabinet gezegd, nee, we gaan het gewoon open. Mm-hmm. Laten die mensen allemaal komen. Ja. Dat heb ik gezegd. Ik heb niet gezegd, hey, nee, koet, we gaan voor de grote poel. Ja. Ik kan anders hebben gehandeld. Je wil een poradee. Je wil een poradee. Begrijp je? Ik kan anders hebben gehandeld, toch? Omdat ik heb opgemerkt dat bepaalde zaken niet naar wens is gegaan hoe ik het wilde. En ik zag dat er ik zag bepaalde movement. Oké, ik ben niet iemand die toch? Oké, ik heb gezegd, weet je wat? We trekken het. Maar wat we gaan doen, mevrouw Aluma gaat zich niet presenteren als te zijn de voorzitter van de organisatie op het podium. En dat doet ze toch. En daar hebben we gezegd, nee. Deze mevrouw is brutaal. Ze heeft zich voorgesteld als voorzitter. Ja, ze heeft zichzelf laten oproepen als te zijn de voorzitter van de organisatie van de Suriname. In bijzijn van u. Ja, ik was daar omdat ik de president begeleidde naar de grote podium. En de afspraak was dat wij daar met de president zou komen met de vice-gouverneur van Frans-Guyana. Toch? We zouden daar komen en dan zouden we plaats daar nemen waar de hoogwaardige bekleders plaats hadden genomen. Ja. Toch? Maar het is niet zo gebeurd. Daarna te lopen begon de mevrouw te regeren. En ik zei er, ik heb vanaf het begin heb ik de kabinet gezegd, ik heb geen interesse om te zitten met mevrouw Aluma op één plaats. Als de president bij me komt en ik met de president kan praten, voor mij is het al genoeg. De speech gaat hij daar houden
Ik wil niks te hebben met mevrouw Aluma. En men moet begrijpen dat voor mij de periode om gesprekken met mevrouw Aluma te gaan voeren, om te zitten, om te praten over de organisatie van Suriname, mm-hmm. die periode is al voorbij. Ja. Die hoofdstuk hebben we al afgesloten. Zo, en waarom hebben we dat afgesloten? Er is een proces geweest binnen de organisatie van Suriname. Ja. Er zijn tal van dingen gebeurd, maar het hele geschiedenis gaan we niet hier voor houden. We gaan het in een kleine hiërarchische vorm naar voren brengen. De organisatie is opgericht op 24 september 1992 door de groep die bezig waren tijdens de Binnenlandse Oorlog. Men moet begrijpen dat de OIS niet is gecreëerd door mevrouw en meneer Aluma. Of meneer en mevrouw Aluma. Nee, ze waren er niet bij. Ja? Dat moet gezegd worden. Ja. Tijdens de Binnenlandse Oorlog was er een situatie van de Kourou-akkoord. Ja? De Kourou-akkoord waren wij als inheemse niet er mee eens dat de Kourou-akkoord, vredesakkoord van Kourou, eenzijdig was. En dan zijn we in opstand gekomen als inheemse. Ja. Tegen de regering Venetiaan. En om op te komen tegen de regering Venetiaan, hadden we toen een leading team van 8 personen. En het werd toen genoemd groep van 8, daarna raad van 8 en dan commissie van 8. Mm-hmm. En die groep is OIS geworden op advies van de president Venetiaan. Ja. Zeg, als jullie met mij willen praten, dan gaan jullie een organisatie vormen. Jullie gaan een statuut moeten hebben, dit, dat. En dat is gebeurd. Meneer Aluma was nergens te vinden. Mevrouw Aluma was nergens te vinden in die periode. Ze waren er niet bij. Ze waren er niet bij. Ze zijn een jaar, anderhalf jaar erna bijgekomen. De statuut, als je de concept, ik heb die conceptstatuut niet hier zo, anders zou ik je laten zien. Mm-hmm. Ik heb ze wel even thuis gelaten, omdat ik kon hartstikke zien. Dan bedoel ik, alles aan de desmachine van zijn. De eerste statuut van de organisatie van de Suriname, meneer Aluma, komt niet erop voor. Mm-hmm. Tijdens een vergadering naar de Bersabaland 87 is meneer Aluma uitgenodigd en mevrouw Jozin uitgenodigd en daar gekomen aan de Bersabaland 87. En daar is er een besluit genomen wat de andere kerels wilden dan de ondervoorzitterschap niet op zich willen nemen. Mm-hmm. Toen hebben ze gezegd, oké, zo waren we, laten we zeggen, die groep was totaal vrij, vriend, de friendship, een relatie bij boom. Ja. Min only, een relatie bij boom. Toch? Daar hebben we een potaman voor ondervoorzitter. En daar hebben we pleeg een correctie direct, de manakken tatatatat met een kleine blauwe typemachine. Je had geen computer toen. Ja. Je had typemachine. En dan meneer Bouwman is type astatu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 t. De mapotamane dan aan mevrouw Aluma als commissaris. Toch? Ik was toevallig erbij die dag. Toch? Mishifa Sango. Maar ik was jong. Mijn behoorlijk is er bezig naar aan zijn. Maar mijn vergeten. Ja. Mijn brein. Is dat zo? Dus ik zag hoe dat ding ging. En ik moet zeggen, het was een organisatie die een grote vision had. En het is begonnen met financiën. Daar is het begonnen. Sinds Monico in een orga, dan een koppel, mevrouw en meneer, de Mate Quantrawi. Kom vanuit Venezuela. Mm. Ja? De man Rigeri, om eens aan de man doen. De man
Ze zijn weggegaan met dat geld. Eerste geld eerste financiële middelen waar men waarmee laat maar zeggen, wat men heeft aan vriend, was de hele kas van de Tukayana gebeuren. Dat zijn de historie, toch? Maar is er aangifte gedaan? In die periode, probeerde men, naar de favorite kassa te noemen, uno purum, berekadoro. Toch? Dus in dat periode, dat is, dan, sinds de bigisme, de oprichting bestuur van de OIS, probeerde het intern op te lossen. Mm-hmm. Maar deze twee personen zijn echt mensen voor zich eigen zelf. Toch? Dan komt het. Zo is het gegaan. 94 is het statuut goedgekeurd door president Ronald Venetiaan. 94. Ja. In 92, toen men als organisatie waren, is dan in augustus de vredesakkoord gesloten in, bij Lelydorp daar. Op Lelydorp dan in dat gebouw. Naksgebouw, Lelydorp. Ja. Ja, het verzoeningsvredesakkoord. Ja, dan de man bij Varomba. En om het gesprek te voeren met de regering van daaruit is de FITS ook opgericht. Naar de Mafarom FITS bij elkaar, toch? Forum FITS. En dan de man Potwan voorzitter. En dan de man Biggie Urokonang aan de regering. Vertak over Ingetori. En dan FITS dan ooit weer hand in hand. Maar op een gegeven moment, door de hele jugo-jugo van de intern van de OIS, heeft dan de FITS zich beter gaan voorbereiden en een beter werk gaan opzetten en een beter fundament gaan opzetten dan die van de OIS. Mm-hmm. Toch? Ja. Yeah. En wat? En in die, terwijl het bestuur, die besturen die er waren voor mij, de interne jugo-jugo met elkaar hebben gehad, dan FITS prepareren ze even tot de organisatie wat ze zijn vandaag. Ja, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. En zo is het gegaan. Nu hebben we een situatie binnen COICA, waar men zegt de COICA is gedeeld en G9 is opgericht. Toch? Dat heb je laatst gezien van Colombia. In 2006 heb je weer een situatie, dus er was zo'n situatie binnen de COICA. En waarom? Het is omdat men het financiële middelen van COICA, toch? Daarmee kan men niet meer gaan schommelen. Mm-hmm. En dat is alleen maar die zei, de plei atibron, dat ik voor hem deze refi, dat ik op een orga baka. Oh. Dus nou moet niet echara. Nou moet niet echara. Terwijl ik nu zijn geen negen takken hebben gekozen. De massa die geen negen. Het was zo gebeurd. In Guyana, in de periode van 2006. Hebben ze 2006. In de periode van 2006 naar 2009. Hebben ze de Amazone Alliantie opgericht. Amazone Alliantie. Ja, opgericht. Tegen de COICA. Alleen om het financiële middelen. Mm. Toch? Vandaag de dag. Zijn de... Die hoofdpersonen die de instructie hadden gegeven om de alliantie toen op te richten, om het financiële van COICA te managen, zijn nu weer die drie personen die deze mensen hebben aangezet om G9 op te richten. Ja. Ja? En dan krijg je een meneer Marlon Vargas en Tunyata Katang en zo. En Siri Choyana, toch? En de meneer van Guyana en Voag, toch? Voag is namelijk aan de kant gezet door COICA, omdat Voag puur een interne zaak heeft. Mm-hmm. Maar wij hebben afgerekend met de interne zaak van de OIS. En dat is het hinder van mevrouw Alumanu.
Dus binnen de OIS is het opgelost. Binnen de OIS is het opgelost. Juridisch hebben we het opgelost. Maar toch is ze voorgesteld als voorzitter. En ze gaat daarvoor wat de consequenties moeten zijn. Want u had al in een vorige aflevering aangegeven dat wie er aankondigt als voorzitter, een dwang, een juridische stap tegen zichzelf. Ja, en we zijn daarmee. We zijn daarmee gestart. Ik heb gezegd, ik mag geen grappen meer. Kijk, waaraan ik leiding geef binnen de organisatie, zijn belangen van onze inheemse mensen. En het gaat om grote projecten die financiële middelen moet gaan managen. En we gaan het niet tolereren dat twee personen, toch, het hele boel in de war brengen. Mm-hmm. We gaan dat niet tolereren. We hebben het een aantal jaren geaccepteerd. Het had zijn reden hoor. Ja. Ik ga je aan één ding zeggen. Confucius, een grote filosoof, heeft gezegd, als je een oplossing wil brengen in een probleem, moet je niet constant bezig zijn te vechten. Toch? Doe een stap naar achteren en heb een overview over de hele situatie. Ja. En dan ga je de oplossing zien. Dat het niet is dat je elke dag moet gaan vechten met die persoon of je gaat competeren met die persoon. Je gaat gewoon door een stap achter en dan zie je jouw roadmap die je moet volgen. En dat heeft de heer Leeuwenhie gedaan. In 2017 was onze laatste vergadering met onze leden. Toen heb ik gezegd, ik trek me terug. Ik heb het publiekelijk gemaakt. Ja. Ik zeg, Stanley, me bommoor naar Ingetori. En laten de leiders, de opkomende leiders, mij tonen dat ze dit probleem zullen oplossen en de inheemse bevolking tot hogere hoogte brengen. Als je me ziet terug in de media komen, dat wil zeggen, de leiders die er zijn geweest tijdens mijn afwezigheid, hebben niet het job kunnen klaren. Ja. Dat had ik gezegd toen. En vanaf de dag ben ik er weer. Waarom? Omdat het niet gaat. Mm. Het gaat niet goed. Oh? Binnen de inheemse gemeenschap. Binnen de inheemse gemeenschap. Kijk. We lachen, toch? Misschien eten we onze brood hier. We eten onze rijst met een kleine kip. Toch? Maar meneer, er zijn mensen in het binnenland, ver in het zuiden, die sufferen. Er zijn mensen in het binnenland die lopen met kwik in hun lichaam. De gezondheidssituatie is erg. En dan heb je een situatie van de gebieden worden uitgegeven. Er wordt op de mensen geschoten als dieren. Mm-hmm. Waar gaan we naartoe in het land? Daarom ben ik teruggekomen. Ik heb gezegd, weet je wat? Ik kan het niet zien dat kapiteins fraude plegen en hun gebieden verkopen. Binnen het inheemse gemeenschap. Men mag dit, ik zal die persoon, dus der naam of haar naam, zijn naam niet publiek maken. Mm-hmm. Maar dit is het document. Wat dan? Er zijn meer. Ja. Er zijn meer. Maar geef u een voorbeeld. Wat gebeurt er precies? Waar? Oké. Okay. Mijn gaat en neemt goederen bij bedrijven, mm-hmm, met het voorhouden van ik kan jou een stuk voor abusief mee. Mm-hmm. En ze gaan met een voorstel van dat naar je gemeenschap. En dat maakt het waggy, dat maakt het beurs, toch? Maar de gemeenschap zegt je me gebruik voor abus, dan hoor je van nee, dus is van mij, het is niet van het dorp. Die gekke situatie heb je. Dus die bussen worden overgeschreven op personen en namen. En niet op naam van het dorp. Met andere woorden. Oké. Met andere woorden.
er is een situatie waarbij er een tussenpersoon is gekomen tussen het bedrijf en de desbetreffende dorpshoofd. Mm-hmm. En de situatie is nou helemaal averechts gegaan. Want de tussenpersoon heeft al dat houtblokken verkocht en ja, amad die deel naar een kaptein. Amad of een niks. Mm. Die situatie krijg je. Je krijgt een andere situatie. Een kapitein wordt omgekocht om een hele gebied open te breken om met een met boten en dingen door te varen. Ja. Waar gaan we naartoe? Zijn we gek in het land? Dus dat vraag ik me eigen af met de inheemse mensen van me. Zijn we gek aan het worden? Zijn we zo geldzoek geworden dat we niks meer te maken hebben met onze eigen mensen? Dan kiezen we voor het geld om ze zieker te maken, te laten pinaren en jezelf te verrijken. Ja. Zijn we zo geldzoek geworden? Maar wat kan de OIS, wat kan u met de OIS gaan betekenen om verandering te brengen hierin? Oké, wat wij willen, wij hebben gezegd, wij staan open om met alle relevante organisaties te praten. Mm-hmm. Maar ik moet mijn punt hard maken en men moet weten hoe men me benadert. Ja. Want ik weet wie de dirty spelers zijn, wie de dirty guys zijn. Mm-hmm. Toch? Ik ken ze. Toch? Dus als men met mij komt praten, ik ga naar ze luisteren, maar ik ben op mijn goede. Je gaat me niet komen pakken hoe mevrouw Aluma elk willekeurig kapitein pak en ergens breng en een $200-$300 geeft, dan ik vergeet dat ik ben niet tegen afro. Mm-hmm. Oké. Wat wij gaan doen is kenbaar maken wat is gebeurd en dan gaan we dat op tafel leggen binnen het gesprek met de fits. Yeah. Zeg, kijk, dit is het. Ja, ik heb geen probleem als je de hele autoriteit van de inheemse in je hand wil hebben. Maar mevrouw, kijk, dit is wat er gebeurt binnen de dorpen. En de OIS gaat het niet zo laten als je niks eraan doet. Wij gaan aan de bel trekken. En de OIS van toen, die is al aan de kant gezet. Mm-hmm. De OIS van mevrouw Aluma is aan de kant gezet. De huidige bestuur van OIS onder leiden van mij is een hele andere OIS. Ja. Toch? We zijn jonge kerels en we willen werken voor de inheemse gemeenschap. En wanneer we zeggen dat we willen werken voor de inheemse gemeenschap, het is hart en ziel, mm-hmm, willen we voor ze werken. Want we hebben een aantal projecten al in het verleden gedaan voor de inheemse. Maar we kregen obstakels op onze weg, toch? Maar we hebben altijd vredig antwoord gegeven van, oké, laat dat. Maar ik denk maar, doe dat helemaal niet. Die zei je toch? Maar we gaan het niet meer pikken. We gaan het niet meer pikken, oké? Okay? Ik weet dat u ook, is een beetje niet deel van die topic, maar ik weet dat u ook deel was van de Amazone Partij Suriname. Mm-hmm. Daar heeft u ook wat oneenigheid gehad. Nou, het is goed dat u dat naar voren heeft gebracht van Amazone Partij. Ik heb laatst gelezen op Facebook dat nu weer aanbroken Amazone Partij. Die meneer die dat heeft geschreven, die man is volgens mij zijn hoofd totaal losgedraaid. Ik heb de Amazone Partij niet, laat maar zeggen, ik wilde het niet proberen te breken of wat. En we hebben ook Amazone Partij, dat we bij doen sinds 2015. Mm-hmm. Toch? Wat we hebben Abba Power. Toch? We hebben Abba Power. We hebben Lijan Maatschappen. Maar we hebben ook Amazone Partij. We hebben ook Amazone Partij. We hebben ook Ingisma. We hebben ook Corrigeer. We hebben ook Amazone Corrigeer. If de mannen gaan corrigeren, dan gaan ze het zelf zien. Toch? Wat is gebeurd binnen Amazone Partij?
We hebben een situatie gehad van Amazone Partij was slapende. Mm-hmm. Ik ben gestart met een paar jonge inheemse vrouwen en jonge inheemse heren met de Inge Partij Suriname. Alleen dat de Inge's materie dat hey, een politiek denk ik daar van Inge's. Yeah. Is dat weer? Dus dan zijn we gestart ermee. 2021 zijn we ermee gestart. En dan gaan we weg, dan Utak Nanga, meneer Reine, artiest van Amazone Partij, toen de voorzitter, dan Level Nanga Amang. Maar je weet wanneer je een partij opricht, dan moet je gaan netwerken, je gooi, je mythisme. Dus de roeping was groot binnen de inheemse gemeenschap voor een politieke partij. Mm-hmm. En aan ons werd voorgehouden, maar van wat kan een Amazone Partij? Kom we ook samen naar een Amazone Partij? Oké, okay, dat kan. Ik zou doen een Amazone Partij. Mm-hmm. So, Amazone Partij, we zijn ze gaan ontmoeten. Alhoewel is een fout die wij hebben gemaakt als inheemse, jonge, denkende politieke mensen, toch? Die wij hebben gemaakt, is dat wij al onze zaken in de ijskast hadden gezet om de Amazone Partij groter te maken. Dus jullie zijn gegaan in de Amazone. Ja, we zijn gegaan in de samenwerking met de Amazone Partij, bedoelende om samen te gaan smelten, mm-hmm, en één bestuur te vormen binnen de Amazone Partij en dat we horen ook die Inisme. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je een voorzitter als dictator. Die man trok alles naar zich toe en in een mevrouw. En dat ding ging afreks en u probeert dat aan man, u bellen man. En op een gegeven moment, kijk, ik ben iemand, als ik 2 tot 3 keer met je heb gesproken en op een gegeven moment, ik denk tak, ja, Isabel veld moro mee, mm-hmm, dan ga ik je laten, want dan heb je me niet nodig, toch? En op een gegeven moment, de voorzitter van Amazone Partij ging tekeer tegen mijn persoon en dan miskotaman, weet je, miskotaman. Ja. Mina trobang aan mij, maar na 2025, dat wordt dat hier. Yo mek nuansi sa amang odun nga apartheid nga adenki sa sama abi. Dalam mek miliwa ma rustig. Mine dugu nga ma. Mine go wermi eden nga Amazone Partij under leiding van de heer King. Mm-hmm. Toch? Net wat ik zei aan de overige inheemse leiders in 2017. Toon me wat je kan. Ja. Yeah. Wat je zegt, je kan het doen, you this, you that, you so. Toch? Maar ik weet, politiek denken, politiek visie, is een klein ding bij hem. Dat heb ik al opgemerkt. Maar nu is hij dan, is de Amazone Partij een van de enige partijen of de enige partij voor de inheemse om uit te kiezen? Nee, hij is de leider van de inheemse, kan je zeggen, binnen politiek? Nu? Nee. We hebben de NIPS. De NIPS is opkomende. En de... Ik zeg de NIPS nu op dit moment. Ik denk dat 25 een learning proces voor de NIPS gaat zijn. Mm-hmm. Omdat ze jonge inheemse vrouwen, en ik ben ook deel daarvan. Ja. Toch? En we gaan sowieso leren trekken uit de fouten die er zijn gemaakt in de periode van ons met de Amazone Partij en de verkeer. Nu is het een cruciaal, dus een heel moeilijke situatie, mm-hmm, om een inheemse partij alleen aan de macht te krijgen. En ik zie het bijna elke dag. Daarom heb ik dat net uitdrukkelijk gesteld. Wat gebeurt er met ons? Zijn we ziek geworden alleen voor geld? Ja.
als we dat gedeelte achterlaten, dan denk ik dat we dan de Amazonepartij en de NIPS, dan met alle mix-inheemse die we zijn, als we goed nadenken, dan NIPS naar de Amazonepartij, of Amudeso taki, we horen ook gotapa afverkiezing, toch? Dan met de partij die ze kiezen was, tot 3 voor 6. Maar als je kijkt naar de statistiek, het lijkt erop alsof de inheemse gemeenschap qua politiek verdeeld is. Want als we de statistieken bekijken, hebben we gezien dat tenminste 2000 stemmers hebben gestemd op de VAP, aan het deel op de NDP en een heel klein deel op de ABOP en al. Maar de Amazonepartij heeft dan niet gescoord. Nee, kijk. Is er, wat is, Sana, Mikas, je kan het zo zien dat Abribi not de in een politiek systeem voor de inheemse. Like, ze zijn niet tevreden waarop partijen of mensen binnen organisaties met elkaar omgaan. Dat een bundel aan gemeenschap. Ja, alles een bundelen van een gemeenschap, dat noem maar vindt precies. En daarom ik me beta kwam zijn, ja. Maar we feesten samen. Ja, look, dat allemaal dingen samen. Kunnen we ons even voor de gek. Dat allemaal plezieren, allemaal doen samen. Maar wanneer het komt om belangen, dan is je afverdeelheid. Moet je wat horen, samen met mij, naar de NDP. Ja? Met de NDP, dat was zitting bij de voor zijn excellentie, ex-president Boutersen. Dat we in een meeting, Pamaka, Samaka, Kuinti, alle demande groep deso, a Hindustani, demande in 2 groepen, als niet zie je in 2 groepen, ook de redman voor foto de in 2 groepen, zo de maar binnen een meeting. Ja. Aan moment dat de maar dat onze president, ex-president, ook is 20 jaar in, als alleen. Nam is dan zei bouta, langa watra mati voor me, watra balada voor me. Nam in langa amas dan zei ex-president bouta zo. Nam aan, maar kijk zo. Adak inge, no misjes manam me mati. Dat stegi ne taki, ef na uno inge wang, no ab inheid. A heer kondre fokom. Sorry, tak met tekst. Nee. Sorry. Na kulturu TV open mic. Isabido. Dus a heer kondre de inoan broeia. Simpelweg omdat de ma en meken tapa ingi taka ingi no de wang. Maar in alle de uku, dugu de. Wat wij moeten gaan leren daaruit is dit. Laten we gaan kijken naar wat kunnen we samen doen en wat kunnen we samen betekenen voor het land Suriname. Ja. Als Surinamer. Ja. Je hebt het gisteren, dat kun je ook gisteren. Ja. En dan we gaan in die zin, dat je luistert nou. Like oudste bewoner van het land Suriname. Laten we beginnen met een politieke ideologie binnen onszelf. Kubigin verbeteren uno pour ala de takro manier zou adi. Toch? Mine oro konanga mandati, mine af maruina, mine bumuina ade wanfu west, mine bumuina ade wanfu donderskamp, Cornelis Kondre. Maar you boy of your dochter, etek wanfu donderskamp, a wanfu donderskamp, etek wanfu galibi, fu maruina, so de mei libi nang ade inzirevi. Waar praten we over? Ja. Dus laten we eigenlijk voor in die gemeenschap naar hoogmoedigheid en takromanieren de man terug gaan wansen. Begrijp je? En dat de man terug gaan wansen. Misschien ik ook. Dat je nu eens hebt meer abbegifasie. Is dat
Maar ik zie me gewoon eenvoudig. Ja. Ik eet mijn peperwater. Ik eet mijn cassave met peper en zout. Ik me gewoon naar de anders kan best doen gewoon op. Ik ga naar in het dorp om mijn jouw alles fysiek gewoon. Ik ga te maken aan het raam. Mina go look at hey amara boy amara no mina batten dat hi no dit tijd heb ik niet. De tijd wat ik heb, wat ik over heb, is dit. Ik wil mijn inheemse gemeenschap graag zien. Even aan de luk in een jaar die zie aan de luk in een trajaar. Maar mijn attack deze one day ook kom daarom met ons reefje. Dat was inheemse politieke partij of die in het parlement one of the. En we hebben een moment dat we in het hoogste niveau van het land. No? Is het nodig? Hoe naar in wat ramen voor kan zitten? Zijn er verschil eigenlijk if you, om je geloof te stoppen in een andere politieke partij dat niet inheems is? Kijk, zit je door? Nee, hij ervaren dit toch? Hij ervaren dit. Als ik moet beginnen met het politiek gebeuren in Suriname. Het af, laten we zeggen, afstand doen van je politieke belangen als volk, eerste bewoner van Suriname, in handen van een andere persoon, je mag saptaki naar rommel. Zet jouw zorg, zet jouw belang in Burma's handen. Je hebt allerlei wagi, je hebt allerlei gudu, je hebt allerlei sani. Dat je gaat naar tapsi, dat je tegen Burma, in Burma lukken nou, met ab wagi drape, met ab machine, met ab botto drape, en met ab vijf kilo gudu in wat kasi drape, afrof bide ja, am nyananga dringi, if I'm on your lips, 0 kilo gudu. Draai kom bak aan wamo, Burma krimi hier ofzo. Zo'n situatie in Jeng. Tijdens de onafhankelijkheid was er een proces. De inheemse zouden van de Nederlandse regering een fonds krijgen. Voor ontwikkeling. Ja. Maar de NPS onder leiding van Henk Aron was niet ermee eens. En meneer Laksma tikke abra, de man ben je eens. Adjugujugu tussen VHP en NPS voor de wis Lachman aksimi voor serimisirefi, mine serimisirefi wat mino deso. Het was een afleidende manoeuvre om de inheemse uit elkaar te houden. Ja. Toch? Wat is gaan gebeuren? In die periode had je dezelfde meneer Naldus die voorzitter is geweest van de OIS. Die zat in de onafhankelijke commissie. En die mannen waren bezig een fonds te voorbereiden voor de inheemse gemeenschap. Maar VHP en NPS waren niet eens. En wanneer ik deze dingen zeg, dan worden de mensen van NPS op me boos. Maar dat is de geschiedenis. Maar waarom hebben deze partijen nog steeds, hoe ziet het VHP daar nog steeds kans om 2000 stemmers te krijgen van de inheemse? Omdat de mannen op de geschiedenis. En ik heb opgemerkt dat... Maar ook de NPS, want de McCarthy heb je, maar ook de NPS heeft gescoord. Ja, kijk. NPS van toen en nu kan het helemaal geen kwartra mindset. Maar ik zeg dit. Ik luister goed naar de propaganda van de NPS met de inheemse ertussen. Is dat? Maar voor mij is belangrijk... Know your history. If you don't know your history, you will be like a tree without roots. That one that you the one boom that in a hole fast. That ga je slingeren van partij A naar partij B, naar partij C. En uiteindelijk de man zegt, je heer boos, je heer familie, je eigen ook bij je tang, maar je tang is stem. Die situatie moeten we zien uit te werken als inheemse. Wat moet er nu gaan gebeuren? Dan moet dat kijken vanuit een politiek optiek. Ja?
Lekva alama sabtaka igi de lobben serefi, lekva de man taktaki we libi in twee drag, we libi na hatanga makandra. Kou fena oplossing dat die fosie. Kana oplossing medel na disi. A ingi sa abi eige belang, tok, eige sak, ame luke igi saka, ame luku fe igi sretak mi. Ama mo kap na nga saan dati. E fa mga dewa leader fa ingi kamenskap. Tok? Ahat en prate, ja, we moeten eenheid, maar je meent het niet. Ik heb iets laatst geleerd, hè. A probleem sa you create je potigo tap tafra tap natras ma creëren. Maar terwijl je na oorzaak van probleem. Bigger on that tak eh na you na a probleem. Corrigeer is refi da yo si tak alasan elasop. Yeah. Tok na same situasi sa de for ois. Yeah. Ala lisi de meta ki ois twee ois this ois twee ois in ois twee. We hebben gezegd er is geen ois in. Er is geen ois 2. Er is maar één ois. Onder leiding van Leo Anje. Hier zijn de vonnissen. Toch? En hier is het statuut gepubliceerd. Ja. De dagvaarding van mevrouw en meneer is hier. En meneer en mevrouw is hier. En waarom? Dit is maar sad a case, omdat zij hadden voor repliek, een repliek ingediend en ze hebben getekend bij voor de eerste de kortgeding van het. Ze hebben getekend. Ja. Dus men weet precies waarmee ze bezig zijn en wat nu gaande is. Toch? Even je tapunanga attakuromaneri dati. Toch? Dan middelen taki. Wanneer je volgende keer zegt laten we naar eenheid werken, dan dat alle ingis maar ook contact. Ik hoor ook werkelijk naar eenheid. Ja. Politiek wise, original Inisma, we zijn er nu op weg naar 26.000 originele Indianen. Kom met dat Indianen, de monemie kwalijk. Inheemse. Ja. Ja? Inheemse. Laten we het term gebruiken die wij moeten gebruiken. Inheemse mensen. 23.000 naar 26.000. Ja? Maar we hebben de mix gemengde gedeelte bijna 78.000 naar 125.000. Ja. Toch? Dan laten we, wanneer we praten over politiek, dan laten we onze gemengde broeders, want de gemengde, want wij gaan een Creoolse dames een relatie aanknopen. Ja. Met een Hindustan en een Javan, nou heb ik dit ding. Dat koos er dit ding, dat hier en nou. Amazone partij drapen, nips drapen, koe vloggen die nips, koe vloggen die Amazone partij, dan we go in een politiek dat die, een politiek denken dat die, we go na omakti en we regeer zijn die voor. Kijk, de Fitz heeft een heel grote taak op zich genomen. Toch? Fits ik op zo semi-politiek. Ja. Maar dat eigenlijk moeten ze niet forceren. Wat Fits moet doen, Fits moet een soort observer, dan een waarschuwende stem zijn voor de inheemse politieke partijen. Guys, we go fout. Wat is nou onbelang? Guys, dat we go verkeerd of dat verkeerd. Wat we potten een probleem. Ja. Je begrijpt? Maar Fitz dit doet dat. Fitz heeft een tek besluit, politieke besluit inschrijven. Dan wat krijg je? Dat je contact de kapitein heeft beslist of een groep mensen van 5 tot 10 mensen willen beslissen voor de totale inheemse gemeenschap. Ja. Toch? Dat moet het niet zijn. Ja? Wat het moet zijn is allemaal moeten inrichting en om proberen begrijpen ons revitaal, oké, we hebben een doel voor het oog. Laten we een target voor onszelf zetten. Wij van het bestuur hebben een target voor onszelf gezet. We zeggen, binnen 3 jaar moet het zichtbaar zijn wat wij als
bestuur van de organisatie van Suriname kunnen betekenen of zal betekenen voor de inheemse gemeenschap. Mm-hmm. Toch? Dan, als je goed kijkt, heeft de mevrouw hier geschreven dat ze 40 jaar de inheemse heeft vertegenwoordigd op internationaal niveau. Maar wat heeft ze bereikt voor de inheemse gemeenschap? Wat? Hebben de inheemse eigen hospitaal in het binnenland? Hebben ze een goede infrastructuur? Hebben ze een goede huisvesting? Hebben ze een goede gezondheidszorg? Hebben ze een goede onderwijs? Mm-hmm. Nee. Maar je schrijft, je hebt 40 jaar lang de inheemse vertegenwoordigd op internationaal niveau. En 51 kapitein draag je voorlicht voorzitter van organisatie. Dat toch je nog met niks voor dit dorp, dat want dat ben je niet duur. Dat want dat je eigen belang goeie je gepaard. Dat is jouw probleem. Ja. Daarom ik in mijn deks voor de Engelsma. Mijn eigen belang. Voor mij en mijn man en mijn kinderen en mijn schoondochter. That's it. Daarom in het deug. Want als ik kies 51 kapitein, 50 kapiteins, toch? Uit 10 districten. Dan gaan alle de vrouwenorganisaties bakken. Dat zegt ze hier. Ja. Dan vandaag de dag. Moeten de mensen pinaren in het zuiden. Donders kan moeten met problemen zitten. Tapuripan met medicijnen problemen. Toch? Maar 40 jaar lang ik kies financiële middelen. Om de inheemse gemeenschap te dienen. Dat je nou doet niks. Dat je nou doet. Ano, het bestuur is nou doen. Ano, de instant voor het dorp nou doen. Na yuno bon, na yuno atakruwa, na yu abatakruwa maneri. Ano no atrasma. Meneer, if minder kisi, amandat, voor 50 kapten, voor alle de 10 districten, na nga alle vrouwen organisatie, na nga alle de monif koika, wat heb je kreeg? NDP, VHP, na nga NPS, no bon, na nga politiek denk je van inge. Ja. Yeah. Omdat me het denken politiek wijs. Politiek wijs me het denken dat mijn kleine neefjes en twee inge braden en sisa de inheemse misadrappen in Abuzi de chief de mumango high tech. Mm-hmm. Men moet, we hebben vandaag de dag zonne-energie. Eenmaal 24 uur stroom. We hebben kennis van waterzuivering. Ik heb in het water gebeuren gewerkt 17 jaar lang met een broer van me. Moet zuiver water in de SWM. Nee, dat kon nog maar zuiver water in de Inge dorp. Mm. Maar we hebben een gekke situatie meegemaakt van een dorp. Dat de man want met opot water in de man, omdat we voor een conservatie tap de man en gaan staan van water. Ja. zie je het doen denken van de leiding van de dorp. En dan een probleem. Het eigen belang moet aan de kant gezet worden. Ja. En wij zeggen als organisatie, we zijn ready om te werken. Over te nemen. We zijn dat ready om over te nemen. Maar we gaan harde statement maken. Mm-hmm. Politiek wise, toch? Omdat het nog niet is gelukt met Amazone Partij. Mm-hmm. Om een sterke politieke statement te maken met de hele situatie die plaats heeft gevonden in Apora en het zuiden. Yeah. Toch? Wat de voorzitter van Amazone Partij moet doen, moet zich gaan verdiepen in de materie van de inheemse. Mm-hmm. Hoeveel gezonde mensen hebben we in het binnenland? Wat zijn de leef- en omstandigheden van de mensen in het binnenland? Toch? Laat je goed kijken naar een documentaire die wij hebben gemaakt. Mm. Indigenous of Suriname. En laat jij gaan de documenten van Fitz gaan induiken wat de Fitz heeft gedaan. Toch? De Fitz heeft ook een paar goede projecten gedaan. Ja. Toch? Maar alleen zeg ik, er moet een correctie daar plaatsvinden. Mm. Toch?
sa ni mo gop chin so mo robong. E sabi? And that what sa mi takeng. De mamu as it were if ya se mo frag, moto sa an observer situasie dan een kleine begeleiding, dus was gewoon de stem voor, yeah, voor de het politieke gebeuren binnen de inheemse. Wat uiteindelijk is het einddoel die we gaan moeten, zou gewoon allemaal streven. Yeah. De erkenning van de inheemse bevolking en goede leefomstandigheden en dat we behouden onze economische leven en gebieden, economische territorium. Yeah. Is dat niet? Dat na zijn op zak. Meneer Stanley, we konden bijeen gaan dat voor dat is al abi en abide wat boontaki we talk about verschillende sani, maar vooral akeren met de situatie voor de inheemse in een gemeenschap en een organisatie ooit ook voor van de sani wakker en zal de stappen op de voorzover atori. Ik ben op mijn laatste woord toe gieden kijkers. Ja, dus ja, ik hoor me uit de heer. Een hele situatie voor het ooit gebeuren, sabende, maar is goed. Algemene oriëntatie is goed. Wat ik de kijkers wilde zeggen is dit. De organisatie van Nieuwse Suriname is nu onder leiding van de heer Leewangi en maakt deel nu uit van de COICA. We hebben onlangs gezien op Facebook dat er een paar berichten daar zijn geplaatst van dat het vals is dat ik daar binnen de COICA ben gaan zitten en dat wij persona non grata zijn in het Amazonegebied. Maar dat is rijk der fabelen, yeah, toch? Geen negen zijn mensen die zich niet kunnen houden aan de regels van de COICA. En simpelweg, deze personen kunnen niet meer met het financiële van de COICA sjoemelen. Daarom hebben ze een G9 gemaakt om zodoende het financiële van de COICA te gaan managen. Toch? Maar het gaat ze niet lukken. Wat wij hebben duidelijk gezegd, we gaan afrekenen met valsheid, corruptie, persoonlijke zaken, bedriegerij en belasserij. Dat zijn de vijf zaken waarmee we gaan afrekenen. En we beginnen hier in Suriname. En ik zeg het hier via de camera. Dat mevrouw Aluma mag verwachten dat ze ons tot het laatste centje gaat betalen. Van de schade die ze heeft aangericht richting de organisatie. Ja. Toch? Ze gaat ons tot het laatste centje betalen. En we gaan geen grappen maken. En zo ook de zoon. Toch? We gaan geen genoegen nemen met, ja, we kunnen praten. We hebben het al lang gedaan. Gepraat. Dat hoofdstuk hebben we afgesloten. Nu gaan we onze hoger beroep vonnis in werking stellen. En dat is dit. Ja? Dat is dit. Wat wij hebben. Voor die camera. Hier staat, hier kunnen ze zien wat dat mevrouw Aluma gaat moeten betalen van elke keer dat ze zich uitgeeft als te zijn de voorzitter van de organisatie. Vonnis wordt in werking gezet. Mm-hmm. Ja. Ze gaat dat krijgen. En ze mag schuilen waar ze ook wil. We gaan er vinden. Want dat heeft ze in het verleden ook gedaan. Steeds van plaats veranderd. Van woonadres veranderd. Zodat wij haar niet konden vinden om de stukken te ondertekenen. Van een kennisstelling. Maar we gaan er vinden. En de pad richting Brazilië naar de zoon is al ingezet via de Braziliaanse ambassade. Ik maak geen grappen. Ik ben een serieus guy. Toch? Ik heb me doen en laten. Ik lach graag met een ieder. Maar wanneer het gaat om mijn inheemse belang, je bent bezig met mensen te belazeren. Je bent bezig de mensen in de war te brengen.
De gemeenschap mag het weten. Dit is de feiten eigenlijk. Dit is wat het is. Mevrouw Aluma mag zich niet uitgeven als te zijn de voorzitter van de organisatie, maar vertegenwoordiger van de organisatie. Mm-hmm. Er is een vonnis. En ze heeft nooit verkiezingen gehouden. En hier is een grote leugen die ze heeft geschreven naar de COICA en de andere organisatie, dat ze door 50 van de kapiteins zijn voorgedragen als ze zijn voorzitter van de organisatie van Suriname en van alle 10 districten en de vrouwenorganisatie. Hier is een stuk van de mensen die de G9 hebben, die in G9 zijn. Maar dit zijn de feiten die ze hebben gedaan. Mm-hmm. In, dat ze uit COICA eigenlijk buiten COICA zijn gehouden. Financiële middelen gebruik hier in Suriname. Toch? Tijdens een meeting. En er is zelf een bevestiging geweest van dat er geld werd gestuurd naar mevrouw Aluma. En er werd gevraagd voor een financiële verslag. En dan maakt die mevrouw telefonisch bekend mm-hmm. aan de voorzitter van de COICA dat dat geld verloren is gegaan. Ze heeft het niet ontvangen. Kom de mensen niet voor de gek. Nee, het blijft sowieso blijven we de zaak volgen en blijven we in contact met u om verder te kijken hoe dit verder afloopt. Meneer Sandy, wij willen u bedanken voor dit moment met Kulturo TV. Kijkers, dit was Kulturo TV, TV Open Mic met de heer Stanley Liani. En wij bedanken u tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Dag Holland, ik wil daar dag, komen, want ik ben naar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturo TV. Tam sabaka gang, de Canada Peuang. Yeah. Hey for it new, go look up the new. Kulturo yunsu, paste fastrati fref buntu. Unde baniu, sadef arkina new. Kulturo yunsu, paste fastrati fref buntu. Suriname so een hele klan, maar go dek die hele kwan. We zien alles mijn sari, alles mijn bari. Maar je voetbal druk wawang, dat we streken maar mazralang. We no wan sama, no abif kwari, no abif sari. Yeah, bij je kriol, je fans of chini. Is your idol in the stance of enemies? Dumbo Taki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be we la fu as I guess that I go. Be koro sinanga lay take blow. Yeah. Be ho horde guia pina follow. Be de scapuri esi ya no wolo. Be te dry de ne juki anga. Man and sa biggie biggie, no. We go axa for luck if the low babo late. We go arka problema food this my in the wake and really be sweetie. So long house and pay you the West Wing committee. Yeah. Druk tap a link make who stelling a praise. Sterker kan wel want united say way. We kunnen gemeenschap, we doen roko, ma
wat in haar gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki nou in dat eerste leesblad. We zijn beleefd gehad. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te wa klari. Te skrijt en share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape in ei parki. We de tapas trati, ka kwang ei kragi. U de borei dwen. Aksa falok fai kwang a destai geng. Efu vergelijk ding, u ababo weis dwen. Gonna believe thing. A problem for follow na de stijging. Dat bek wet a minta follow food de ta eis ding. Wat u po weri koma food de kotis geen ding. E u hun ap den feng. Day for its news. Sto look up chi news. Kulturu nyunsu. Paste fast gratis respuntu. U de baniu. Sadef Arkina Niu Kulturu Nyunsu Pastefa Stratis Respuntu.